Nu ja, Humphries is pas de tweede speler ooit. die al zijn vijf wedstrijden op de World Matchplay een ton plus gemiddelde haalt. Phil Taylor heeft het hem drie keer voorgedaan. Slechts vier spelers die in het jaar dat ze wereldkampioen waren. ook de World Matchplay winnen. Het is een vijfde ranking major in een tijdspanne van negen maanden. Om toch maar aan te duiden: ja, hij is toch de man to beat, Luke Humphries. En de eerste die uh, de World Matchplay heeft gewonnen nadat hij het WK had gewonnen, ja. natuurlijk. Dus uh... Ja, hij heeft, uh, wat heeft hij allemaal gewonnen? De Grand Slam, de Grand Prix, de Matchplay. Hij heeft uh, eigenlijk alleen de Premier League uh, ondervolgt. Hij heeft uh, vijf van de zeven ranking majors al ja. gewonnen. Heeft overal uh, wordt het ek altijd vergeten, hè? Ek en UK ja. Open Zelfs heeft hij Demi nog niet gewonnen. Ook het EK, UK Open finale, uh, yeah. ja, natuurlijk. Uh, ja, grote... uh, ja, maar als je echt de grote, laatste majors heeft hij maar drie wedstrijden verloren. Maar Als je echt de grote toernooien zijn toch de Grand Prix, de Grand Slam, de Matchplay en het WK. Ja, precies. dat Die hij zijn, zijn eerste gewonnen. titel gepakt heeft, heeft hij maar drie wedstrijden verloren op alle majors en dat was aan. Uh, <laughs> Een finale, een kwartfinale en een finale. Dus ja, dat is op zich niet zo slecht. Nee, ja. nee. En als ik hem zie gooien met heel veel grint aan, nog steeds, dan denk ik: dit gaat nog een tijdje voortduren. En ja, we kunnen ook. misschien wel eens iemand hebben die terug uh, de sport do domineert, zoals Van Germen het een hele lange tijd gedaan heeft. Dan. Ja. ja, denk je dat echt, dat, uh, dat, dat Lidler niet de, zo dichtbij gaat komen dat ze er uh, gaan afwisselen? Het, het ding is: Lidler is uh, nog jong. Um, hij heeft nog niet echt de mentale druk gehad, waar andere spelers wel hebben. En we hebben uh, Luke Humphries bijvoorbeeld horen praten over zijn mentale problemen dat hij heeft gehad, waar hij nu eindelijk over is. Ja. Maar dat heeft iedere darter wel eens. Hey, als het even niet goed gaat, dan uh, komt iedereen wel in een dipje terecht. En dat is het moeilijke om daar terug uit te komen. Uh, Luke Littler moet dat dipje nog hebben. Want voor zolang ik hem ken, zelfs bij de WDF vroeger, heeft hij eigenlijk altijd wel goede resultaten gehaald. Heeft hij eigenlijk nooit echt slecht spel gehad. En nu begint hij misschien wel eens... Die druk te hebben natuurlijk ook door al de media-aandacht. En daardoor zal die diepere ongetwijfeld ooit wel eens aankomen.